You're playing in the... Je speelt in... the elderly home of Patricia Pai. Patricia Pai. Are you looking forward to it? Verheug je daar al een beetje op? I'm happy. And it's not something that I don't look forward to. Majesteit. Ja, zoals natuurlijk bekend is geworden uit de biografie. Heeft u uw hele leven lang eigenlijk incognito gewerkt bij de McDonald's hier op de hoek. Hoe heeft u dat ervaren? Het is een functie die je geloof ik alleen maar kunt vervullen als je er met een innerlijke overtuiging achter staat. Hey, ik hoorde dat van Marco natuurlijk, hoorde ik dat jij ook hartstikke failliet bent. Klopt het nieuws of vertel ik jou nou iets nieuws? En het is om heel rauw op mijn dak, zeker dat hier hoort. Patricia, sinds jij in het bejaardentehuis woont, zijn natuurlijk een hele hoop vragen daarover gekomen. Mijn simpele vraag is, waarmee helpen ze jou nou voornamelijk? Sowieso mee aan te kleden op de vorige Holland's Got Talent. Het is natuurlijk bekend geworden dat jij doping gebruikt hebt, eigenlijk je hele carrière. Waar haalde je dat spul eigenlijk vandaan? Toen naar Milaan toe met Gullit en ik. Dus je zegt dat Ruud Gullit ook doping heeft gebruikt? Zijn dat jouw woorden? Nou ja, zeer zeker. Met z'n tweeën? En ik, met z'n tweeën. Alleen, ik merk dat je je deo nog niet op hebt gedaan. Het stinkt hier echt verschrikkelijk. Zou je niet een deo'tje gaan kopen? Ja, of is dit echt de tip van de dag voor jou? Het is goed dat je dat zegt. Nu ga ik dat zeker doen, ja. You think I'm a good reporter for CQC? Yeah, that's right. Very true. Yes. Absolutely.